Kijk, dit is een rozenkwarts, oftewel de steen der liefde. Maar hier op tafel nog veel meer edelstenen. En Monique Mangal, die kan ze precies benoemen. Nou, ga je gang maar. De agaat, een groene jaspis, nog een mooie rozenkwarts, een andere soort agaat, een maansteen, rodoniet, een oranje agaat. Dit is ook een hele bijzondere agaat. Zo, kijk, nou dat is duidelijk. Hier spreekt de vakvrouw. Maar dat moet ook eigenlijk wel, want jij hebt een eigen sieradenlijn, Pimps and Pearls. Ja. Hoe is dat begonnen? Ik maakte altijd al graag sieraden, dat is echt mijn passie. Een aantal jaren geleden is er een winkelier die kwam bij mij vragen of ik voor haar een hele collectie wilde ontwerpen. Wauw. Dus dat hebben we gedaan, inclusief presentaties. Waar haal je de stenen vandaan? Ik koop ze echt zelf in. We gaan een paar keer per jaar naar Parijs en naar Duitsland. Want je moet het echt voelen. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Echt uit de natuur. Ik hou van heel erg natuurlijke kleuren. Zachte, afgezwakte tinten. Plus alle materialen die hier liggen, dat komt natuurlijk uit de natuur. Leer, stenen. Maar kijk, dit is een hanger. Een hanger. Ja. En daar, die hangen we gewoon aan een ketting? Aan een ketting, ja. Lang, kort. En dan kan je dus wisselen? Je kan wisselen. Het is echt een mix-and-match systeem. Kijk, oké. Ja. Even kijken of dat over mijn hoofd gaat. Ja. Ah, kijk. Nou, kortom. Ja. Je kan het helemaal zelf zo lang en zo kort samenstellen als je wil. Dan werk je ook met leer, want hier liggen hele stoere armbanden. Ja, klopt. En toch vrouwelijk. Zijn armbanden. Je hebt ook, waar heb ik hem nou gelaten? Hier. Tassen maak je ook nog. Dat is er gewoon allemaal bijgekomen, ja. Gaandeweg. We zijn begonnen met de armbanden en de edelstenen. De armbanden stevens een ketting. Dus ook daar kan je dan, als je hem lang uithangt, je edelstenen aanhangen. En doordat de aanvragen binnenrolden, ontplooiden ook de hele creativiteit, zeg maar. Dus sjaals kwamen erbij, tassen en alles van zuiver leer. En alpaca, 100% okay, kijk, alpaca. Kijk, dat bedoel je dus, hè? Ja. Dan kan je er ook van, ik ga mezelf gewoon helemaal behangen. En dan heb je ook nog, ja, ik hang er ondertussen wat aan. Toch? Ja, zo. Zal ik je helpen? Zo doen we dat. We willen echt ook een verantwoord product neerzetten. En je maakt het ook zelf? En we maken het zelf. We hebben een eigen atelier. We zijn met een team van 9 mensen. Okay. Zo maken we een heel sieradenconcept en sjaals en tassen. En de sjaals, ja. Doen we ook nog even om. Dat doen we ook nog even om. Want het wordt straks koud. Precies. En dan heb jij volgens mij ongelooflijk je hart gevolgd. Ja, ja, ik heb echt het geluk dat ik van mijn hobby mijn bedrijf heb mogen maken. Maar het is gelukt, hè? Het is gelukt en ik ben er heel gelukkig mee. En je mag er trots op zijn. Dank je wel. Dank je wel.